Wat we hier horen is natuurlijk overduidelijk een amateurband, de 40 meter band. En wat we hier op de display zien staan is toch overduidelijk een 27 MC frequentie. De set in kwestie is een Lincoln met een bereik van 26 tot 30 MHz. En zoals je duidelijk kunt horen hier, is met een dergelijke set en trouwens met elke andere set een hele goede korte golfontvangst mogelijk. En niet alleen ontvangst, maar je kunt er ook mee zenden. Zonder dat je de set hoeft aan te passen. En dat doen we met behulp van een transverter. Oké, Delta Whiskey America, 3 Delta Whiskey America, dan in de provincie, grazie. Wat wij hier doen, we maken gebruik van een mengtrap, een soort converter, voor de antenne-ingang. En deze converter die bestaat uit een kristaloscillator met in dit geval een 20 MHz kristal. Dit 20 MHz signaal wat hier opgewekt wordt door deze transistor met het kristalletje, het bekende oscillatorretje, gaat in een ringmixer. En die ringmixer die bestaat uit een tweetal trafo-retjes met een ringmodulator met 4 diodes. En het lijkt een beetje op een gelijkrichterschakeling. Alleen de diodes die zijn hier allemaal in dezelfde richting geschakeld, dus vanaf hier met de kathode naar hier, vanaf hier met de kathode naar hier, van hier met de kathode naar daar en van daar met de kathode weer terug naar hier. Nu wordt op het midden van een van de beide trafootjes, en dat gebeurt hier, wordt op de middenaftakking het 20 MHz signaal geïnjecteerd. Het andere trafootje ligt met de middenaftakking aan de aarde. Wat hier nu gebeurt, de beide oorspronkelijke signalen die worden onderdrukt. Dus het 6 MHz signaal of het 7 MHz signaal wat hier binnenkomt, wordt hier gemengd met 20 MHz. Het 7 MHz signaal zelf wordt in deze diodebrug onderdrukt en het 27 MHz signaal komt uit deze trafo en gaat via deze koaxkabel de Lincoln of om het even welke andere 27 MC transceiver in. Het omgekeerde kan ook, je kunt ook hier een 27 MC signaal aanbieden, alleen dan heb je wel een verzwakker nodig, want anders dan zou je met die 12 watt zou je natuurlijk deze diodes eruit blazen. Maar dan ga je dus het 27 MC signaal ga je mengen met het 20 MHz signaal. En dan komt hier het 7 MHz signaal uit. En dan praat je dus over een, ja, misschien een 100 milliwatt, 200 milliwatt. En dat zul je dus moeten versterken. En naar de antenne. Dus voor een volledige transverter heb je eigenlijk alleen nog een kleine eindversterker nodig op de gewenste zendfrequentie en natuurlijk een FOX schakelingetje welke bij ontvangst de antenne rechtstreeks aan de ringmixer hangt en bij de stand zenden het signaal uit de ringmixer gaat versterken in een aparte versterkerschakeling en dan naar de antenne voeren. Maar het gaat hier om in eerste instantie om ontvangst en het blijkt wel dus dat je ook met een 27 MC bak en een paar kleine onderdelen dat je toch een hele leuke korte golfontvangst kunt hebben. Ik heb hier dus die 40 meter band. Queen 0, Romeo Mike, Circuit Italia, ascolta.
En met dit 20 MHz kristal kun je dus met deze transceiver de band ontvangen vanaf 6 MHz. Ik ga even naar... Zo. Dit is 6 MHz. Dat is de omroepband. En dan zet ik hem natuurlijk even in de stand AM. En dan komen we hier in het gebied waar meestal de piraten actief zijn. 6,2, 6,3. Dit is 6,2 MHz. Je kunt natuurlijk ook andere gedeelten van de korte golf nemen als je een andere kristalfrequentie neemt.